Vandaag is het ook Wereldmilieudag. Wereldwijd wordt op deze dag stilgestaan bij het belang van het milieu voor de kwaliteit van het leven op aarde. Wereldmilieudag is in 1972 ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en wel in de marge van de United Nations Conference on the Human Environment te Stockholm, Zweden. Het doel van deze dag is om de milieubewustwording onder mensen en naties te bevorderen en acties te stimuleren die bijdragen aan de bescherming van het milieu. Het thema dit jaar is Beat Air Pollution, bestrijd luchtvervuiling. In verband met Wereldmilieudag zijn verschillende activiteiten ontplooid. Die variëren van schoonmaakacties in buurten, wandellopen, milieubeursen, het planten van bomen tot het bestrijden van misdaad tegen wilde dieren. Suriname als het meest beboste land ter wereld ontkomt er ook niet aan om meer aandacht te schenken aan luchtvervuiling. De kwikdampen uit de goudverwerkingsindustrie, de vuilverbranding met name te Ornamibo, de grasbranden in onder andere het noorden van Paramaribo, de verbranding van erfvuil en de uitlaatgassen van verouderde voertuigen verdienen een adequate en integrale aanpak.